Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 Manager Career Mode. We hebben net een zeer succesvolle openingsrace weekend gehad. In seizoen nummer 6 alweer. Ja, ik ga het niet weer met vingers doen. Want dat zal vast wel irritant worden. Waarom ben ik buiten adem eigenlijk? Oh mijn god. Ik ben even de trap opgegaan. Ik ben helemaal buiten adem, joh. Even kijken, even wat punten te verdelen. Had ik dat niet al gedaan, de vorige aflevering? Dat zal ik wel niet onthouden. Ja, zie je, want ik was naar 100 gegaan. 100 met controle. Dan doe ik deze even op 70. Ja, voornamelijk dit. Dit moet naar 80 en daarna de hero nog naar 80. Hij heeft zoveel punten krijgt hij op een of andere manier. Vandoor nou ook is teruggegaan naar 73. Ik zeg expres teruggegaan, want waarschijnlijk was hij daar al. Dan zou ik misschien ook nog hier wat punten hebben. Die ik wel al heb verdeeld, maar weer opnieuw moet doen. Het zal niet lang meer duren voordat Ben Michel ook naar de 90 gaat. Oké, nou. Verder hebben we volgens mij niks te doen. Terwijl ik een hitje tussendoor had. En dan gaan we gewoon naar de training toe. En dan kijken hoe we over weer voor het eerst dit seizoen 100-100-100 kunnen halen. Oké, trainingen zijn afgelopen. Dit zijn de tijden. Dat doet er niet heel erg veel toe. Oh my god, wat is hier? Norris vertrouwen is niet klaar. Oh my god, ik heb hem eerder naar binnen gehaald. Hij was nog niet klaar. Oh, dat is stom. Dat is echt heel stom van mij. Fucking hell, we gaan tot de race simuleren. Dat doen we sinds seizoen 5 elke keer. Ik ben wel heel erg veel vertrouwen in dat dit 100% moet zijn. Norris tweede en Maloney toch nog knap op de vijfde plaats gekwalificeerd. Daar ben ik zeer tevreden over. Hij laat nu al veel betere tempo zien als Vettel en Lawson deed vorig seizoen. Dus dat is heel mooi. 25 seconden in pizza, 23 verliezen op in groen. Oké, hard tot medium wordt verwacht. Dan gaan we dan maar in mee dit keer. Lekker het vol gooien. En dan doen we even af. Maloney doen we zo. Minimum tot hard. En Norris. Oh. Norris doen we de omgekeerde strategie, hard tot medium. Oké, dan zijn we benieuwd hoe het gaat lopen deze raceweekend. Het is een bewolkte avond. Kunnen we opnieuw een goede raceweekend hebben? En misschien weer een dubbel podium halen? Wie weet. Wat te zien waaruit Sainz en Leclerc op mediums. Dus die gaan meteen allebei voorbij aan Norris. Red Bull klinkt een plek. Sainz loopt al aardig ver weg. Meer dan een seconde op Norris. Meer dan een seconde op Leclerc bedoel ik. We zijn nu eigenlijk nog steeds banden aan het sparen. Wat is er gebeurd? Red Bull stijgt een plek. Kijk, Paas sector 2 van Norris. Sainz wint de race, maar kan Norris de snelste ronde nog pakken? Ze ronde 34-2. Ah. Oh, kon je bastard. Ah, minimaal verschil pakt Ocon toch nog de snelste ronde. Dat
Dat is zuur zeg, dat is echt zuur. Dat was echt heel close. Maar goed. Sainz wint dus van Norris, Leclerc, Verstappen, Gasly, Magnussen, Stroll, Perez, Bottas, Russell, Maloney net buiten het punt. Net dat foutje. Net dat foutje. Dat dwingt het af. Norris nog steeds de koploper uiteraard. Voor Sainz, Verstappen, Leclerc en Maloney nu vijfde. Constructeurs staan we nog eerst, maar het gat is wel flink verdund met Red Bull en Ferrari. Alpine doet het ook zeer goed. Mercedes is de grote verliezer tot nu toe dit seizoen. Met maar 4 punten. Maloney wel een ontwikkelingspunt verdient. Ik denk dat je gewoon echt elke raceweekend met Maloney een punt hebt. En misschien soms zelfs 2 als het heel goed valt. Even kijken. Chris. Wat zullen we dan eventjes bij hem gaan doen? Ik doe eerst even deze naar 80 wil ik hebben. Rem met een 80. Algemene pace is dat. Wel even belangrijk. Nou, verder hebben we niks te doen tot aan de volgende Grand Prix. De updates komen pas daarna aan. Dus we gaan de trainingen doen. En dan kijken of we weer 100-100 kunnen halen met in de programma's en alles. Met programma's, de doelstellingen. Het enige wat we wel moeten doen, ik heb trouwens weer genoeg geld daarvoor, is het een en ander aan renovatie weer fixen. Die wordt al gedaan. Die moest nog gedaan worden, ja. En die was klaar. Oké, dan is alles dan wordt gedaan. En we hebben een stemming. Oh, die had ik niet gezien. Wat nou weer? Stemming, kleine technische wijziging voor seizoen 2028. Stem voor op koeling gefocuste wijziging of luchtstroom. Koeling, want koeling is wat ik op dit moment niet goed in ben. Dus ik kan daar weinig verliezen in principe. Zou je zeggen. Zo, dat zijn de trainingen weer geweest. Training 1 en training 2 en training 3. Norris alles op 100. Maloney bijna alles op 100. Alleen de setup net een kleine tweakje nog nodig. Kijken waar dat tweakje dan moet zijn. Dit zou hem wel eens kunnen zijn. Daar komen we zo meteen achter, want we gaan nu tot de race simuleren. Quali 1, Quali 2, Quali 3. En Norris tweede opnieuw. En Maloney opnieuw vijfde. Dezelfde kwalificatie als het vorige weekend. Op de grid worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de race. Alfa Tauri heeft een goede kwalificatie gehad. We zullen zien of die goede lijn kan worden voortgezet tijdens de race zelf. Kijken of de training of mijn ding eens goed was. Yes, ik had al zo'n vermoeden. Ik heb alleen nog niet even gekeken naar de verwachting. Medium hard. Ik denk dat ik voor de B optie ga vandaag. 15 seconden gaan voor de B. Voor de B optie. Zeker ook omdat we weinig extra fuel kunnen doen hier ook. Dat is zeker een goede optie. Nee, gewoon optie B. En op naar de race, zou ik zeggen. Even afkloppen, maar er hangen aardig wat wolken in de lucht. Nee, maar het blijft wel droog, zover ik weet. Het zou heel erg, erg zijn als er nu ineens regen zou komen. De lichten gaan uit en we zijn vertrokken. Het blijft wel droog. Wat gebruiken doen hoor eens. Schuift een plekje op. Zit aan de binnenkant als het goed is. Ja, is goed zo. Even die Williams, of Williams. Even die Red Bull even aan de kant duwen. Red
echt een plek. Op Leclerc brengt ons terug naar Verstappen toe. Op dit moment gebeurt dat niet. Sterk nog, haal ik hem zelf zien. De rest doe jij dan maar. Ai. Hier zullen we nog niks kunnen doen. Hoe heb ik dat weer aanstaan? Wie rijdt daarvoor dan? Oké, move. Burman schuift een plekje op. Weer is er net eentje te snel van Norris. Tweede keer al. Alfa Tauri stijgt een plek. Ja, dat hadden er meer moeten zijn. Nu doen we wel de snelste ronde. Om 23:03. Verstappen was net iets te snel deze race. Helaas, maar waar. Ik kan nog wel waarschijnlijk de laatste ronde vol pushmodus met Maloney gaan. 24-6, 23-3. Dat is het toch gepakt dat hij zit. Kut man, ik had kunnen wachten. Ja, maar waarom zou ik dan met Melanie dat doen? Nee, het ding is wel, Norris was veel sneller aan het einde van de race. Weer 1.4 sneller. Ik zie mensen. Op Maloney.
Kan je er nog naartoe rijden? Norris komt binnen voor een goede tweede plaats. Wat Maloney. Max Verstappen passeert de finish en wint de race. Die snelle rechterstuk. Ah, hij komt net tekort. Maloney 7e plaats. In ieder geval punten weer voor beide coureurs. En wat was de vorige ronde eigenlijk? Kunnen we net niet zien. Volgens mij hebben wij de snelste ronde in ieder geval op ons naam. Nou, wat hadden we nu wel kunnen zien. Norris 22-8. Maloney 23-1. Volgens mij de laatste ronde was dat 23-1. Kijken we even snel naar de stand. Zien dat Norris nog steeds koploper is. Verstappen nu tweede voor Sainz. Leclerc, Perez en Maloney. En waarschijnlijk nu Red Bull op 1 inderdaad. Voor ons Ferrari, Alpine en Mercedes. Die een beetje terugknopt. Nu vijfde staat in het klassement. Hoppa. Het staat er niet op, maar ik durf je te zeggen dat Maloney een ontwikkelingspunt heeft verdiend. Zie je? Het staat er niet op, maar ik wist het gewoon. Kon niet anders. Oké, we gaan dat even verdelen, de punten. Even de pace wat verhogen. Gaat hij naar een 77 algemeen. Het doel is om in ieder geval dit seizoen Maloney boven de 80 algemeen te krijgen. Dus deze moet 80 zijn. En een van deze wil ik 80 hebben, sowieso. Dirk de Beer ook weer. Lovely. En als het goed is. Onderzoek is al ontgrendeld. Zijn we al zo ver in de... Ja, nou. Gaat snel dat dat ontgrendeld is. Als het goed is, hebben we voor de volgende race. Niet één. Oh, hallo. Niet één, maar twee. Upgrades binnen. Die kunnen we even daar neerzetten. En die kunnen we daar neerzetten. Dus we gaan dat nog eventjes doen tot de volgende Grand Prix. De sign voor de zijpotjes is klaar. Die gaan we even bijbouwen. Zijpots. De derde zijpots al. Dit is niet klaar op tijd. Dus doe gewoon op noodgeval. Bam, bam, bam. Monteer op 1 en op 2. Ik ben benieuwd wat voor nieuwe pace dat ons eventueel voor de Grand Prix van Emilia Romagna gaat geven. En de design voor de voorvleugel is klaar. Dat is de goede gekozen, want de vorige keer. Weet dat ik het of hier anders. Weet je zeker dat het de goede is. Voorvleugel. Bouwen. Wel weer veel geld kwijt, maar goed. En die is ook klaar. Lovely, lovely, lovely. En dan zijn we aangekomen al bij de volgende Grand Prix. Wat natuurlijk gaat gebeuren in de volgende aflevering. Dus zoals altijd geef een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Volg de kanaal in de beschrijving hieronder. En dan zijn we snel weer terug met de Grand Prix van Italië. De eerste van de twee van het seizoen. En wat dan ook daarna mag komen. Dus tot de volgende keer. En later.